buurtschap gaat op de schop. Een spectaculaire ingreep was de aanleg van een gasleiding die dwars door de dijk moest. De oude garde kijkt argwanend toe. Om de A15 te kunnen realiseren, moesten een groot aantal woningen verdwijnen. Zoals dit huisje van Opel Pompeius. Ook Herman groeide hierop, vele malen kampioen biljarten. Koeve Pendrecht ontkwam niet aan de slopershamer. Dit is de nieuwbouw voor de familie Barendrecht, vanwege de sloop van de hoeve. De tomatenkwekerij van Cor Brouwer, met een indrukwekkend ketelhuis. De buurtschap had zelfs twee scholen, de school met de Bijbel en de Keugeniusschool. Aan de Bakkersdijk kwam de vervangende nieuwbouw, door smitszoekers de put genoemd. De Bakkersdijk in zijn oude glorie. Café Het Schaapje dateert al uit 1874. Het afgedamde riviertje de Koedood, door de jeugd veelal de Gracht genoemd. De boomgaard van de familie Kruidenier, waar menig appeltje is gepikt door de jeugd. Dit is de aanleg van de Heulweg, met aan de horizon Café Het Schaapje. En hier richting de Sjaarslagendijk. De aanleg van de A15, met een laatste blik op Hoeve Pendrecht.